Jori, daar zijn we weer. Aflevering 2 alweer van de Wielerflits Update. Ik zag veel reacties over aflevering 1 komen over jouw haar. Sta je al op het punt om een tondeuze erop te zetten? Hoewel menigeen mijn broertje en vrienden dat heel graag zouden willen. Want ik ben een beetje een ijdeltuit en mijn haar moet altijd goed zitten. En ik heb het geluk dat ik een flinke haardos heb. Ga ik echt wachten totdat ik op 2 juni weer naar de kapper kan. Al wordt het zo'n bos. Interesseert me geen hol. Weet ik ook of dat staat of niet. En ik kan natuurlijk ook geen weddenschap maken met niemand. Niet van, joh, goh, als jij die koers en die koers wint, dan mag jij mijn kop kaal scheren. Want er zijn natuurlijk geen koersen. Dus nee, die tondeuze blijft mij nog een beetje bespaard. Nou ja, ik weet nog dat we op het bord op de redactie nog een weddenschap hebben gezet. Althans, die liet jij noteren over Van der Poel die Milan Sanremo ging winnen. Nou, dat is niet gebeurd. Dus ik denk dat we gewoon de komende weken, als we weer een goede weddenschap kunnen komen, dat we de inzet voor jou in ieder geval bepaald hebben. Ja, maar er wordt wel een hoge inzet dan voor menigeen. En die Milan Sanremo kan natuurlijk nog altijd, hè? Dat is waar, dat is waar. Ja goed, ik kan het niet zeggen dat mijn kop de tondeuze erop gaat, want het is inmiddels bij mij helaas standaard procedure geworden. Maar goed, genoeg over onze kapsels. Laten we gelijk doorgaan naar ons eerste Skype-gesprek dat we hebben gehad. Want in aflevering 1 stonden we stil bij e-racing of e-sports. Daar gaan we het ook nog eens een keer over hebben, over wat het nu moet worden. E-sports of e-racing. Zijn de meningen over verdeeld? Bewaren we nog eventjes. Maar we gaan wel met een Nederlandse ploeg die helemaal is overgestapt op Zwiften. Omdat er geen koersen meer zijn. Jori, vertel jij eventjes met wie en waarom we dat hebben gedaan. We spraken met Eike Visbeek, dat is zeg maar de algemeen manager van de SEG Racing Academy, de opleidingsploeg, die zelfs de naam hebben aangepast naar SEG e-Racing Academy. Eind maart kondigden jullie aan dat jullie als ploeg voorlopig verder gaan als SEG e-racing. Dus gaan focussen op Zwiften. Binnen de redactie dachten we even dat het zou gaan om een 1 april grap. Maar het blijkt niet het geval te zijn. Nee, dat pakken we. We hebben het serieus opgepakt. Ja. En we zagen dat deze situatie natuurlijk een aantal maanden op zijn minst zou gaan duren. En ja, goed. We zitten met een groep mensen om ons heen in het management die zeker hun ogen open hebben. En we hebben met elkaar gesproken en gekeken welke mogelijkheden hebben. En dit hebben we opgepakt. Ja. Jullie zijn natuurlijk al een tijdje bezig met het virtuele fietsen. Coronavirus was gewoon de aanleiding om daar nog verder en sneller op door te pakken? Ja. Ja. Nou ja, goed. We hebben nu de mogelijkheid. We hebben ook meteen gezegd van, ten eerste zitten in het e-racing zitten gewoon een aantal facetten die wij op dit moment gewoon goed kunnen gebruiken. Het brengt een stukje intensiteit in voor de renners. En het is ook gewoon een volwassen tak binnen het wielrennen te worden. En er is nu de tijd voor om daar gewoon om dat te promoten. Maar ook te zien wat de mogelijkheden zijn. En ook naar een weg te zoeken hoe je dat op een goede manier kan combineren. En jullie core business eigenlijk is natuurlijk wel het wegwielrennen, hè, met de Academy. Heb je dan, hè, als je een transitie maakt naar het e-racing, heb je dan nu wel daar de goede renners voor? Ja, dat is natuurlijk. Kijk, het is. In principe zou je moeten zeggen ja, want we hebben gewoon echt wel een groep met hele getalenteerde wielrenners. Alleen het geeft ook wel aan dat Zwift Racing, e-racing eigenlijk gewoon een heel volwassen tak is. Want het is niet zo makkelijk voor die mannen om zomaar even mee te doen om de prijzen. En dat is een compliment voor het e-racing aan de ene kant. En aan de andere kant ook mooi voor ons. Want ja, ik bedoel, de mannen, we hebben zo'n appgroepje waarin zo'n wedstrijd aan de gang is. En daarna, ja, er zijn hele beschouwingen. En ze zijn toch wel aan het nadenken van, shit, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook op het podium komen. Dus het is, het daagt ze wel uit. En dat is ook denk ik heel goed. We zagen natuurlijk al in de Ronde van Vlaanderen de virtuele versie. En met de wedstrijd van Mathieu van der Poel. Ja, dat die gasten eigenlijk best een beetje gespannen waren. En die dachten van jeetje, we worden gewoon helemaal weggereden door een paar professionele Zwifters. Ik kan me voorstellen dat de renners van jou misschien wel datzelfde gevoel hadden. Ja, nou, wat ik zeg, gezond gespannen zijn ze. Kijk, ze willen niet afgaan. En ja, ze, weet je, er zit natuurlijk ook een beetje de gaming. Hoe noem je dat? Gamification. Het zit er ook een beetje in. Ja, dus
weet je, er komt ook echt wel wat bij kijken. Het is ook tactiek. Ik had het er met Laurens de Dam ook over. Het is niet zo simpel. En dat is mooi. Ik bedoel, je moet je gewoon ook hiervoor voorbereiden. En het is ook niet gek. Ik bedoel, hetzelfde als je ze, noem wat, een veldrit laat doen. Ja, ik bedoel, je kan misschien wel meer watts wegtrappen dan een gemiddelde veldrijden. Maar ja, ik bedoel, het is zo'n technische tak van sport. Er komt zoveel extra bij kijken. En dat is met dit ook. En dat is, denk ik, alleen maar mooi. Wat maakt het nu precies anders dan? Behalve natuurlijk dat het virtueel en binnen is, maar dat spreekt voor zich. Ja, het is gewoon een andere tactiek. En het is ook meteen vanaf het vertrek is het gewoon een uur echt rammen. En het is heel intensief. En dat maakt het op dit moment voor onze jongens anders. En ja, goed, ze moeten ook gewoon handiger worden in het toepassen van de tactiek. Dus ja. Ja. En wat leren ze? Sorry? Sorry. Nee, jullie gaan jammer. Nee, zeg maar. Deze mag jij. wat leren ze hier nu precies van? Ze moeten natuurlijk hun training deels onderhouden in deze periode. Maar wat leren ze nu precies van die hele e-racing structuur? Nou kijk, ik denk dat het ten eerste dat je het hoort bij, als je profielrenner wil worden, hoort dit erbij. Ik bedoel, je hebt gewoon verschillende facetten, verschillende dingen die je moet doen als je bij een profploeg hoort, die er gewoon bij horen. En dat kan in de toekomst ook gewoon een Zwift-wedstrijd zijn. Sterker nog, ik denk dat dat nu al eigenlijk al de realiteit is. Dus ik bedoel, als je prof wordt, dat je aankomende winter of de winter daarop een paar Zwift-races moet doen. Dat gaat gewoon de realiteit worden. Dus dan moet je ook wel je team en je sponsors op een goede manier kunnen uitdragen. En daarom hoort het er gewoon bij dat je dit onder de knie krijgt. En dat je het serieus neemt. En dat je daar ook goed mee omgaat. Ondanks dat je dromen en je core business het wegwielen is. Moet je dit ook gewoon op een goed niveau kunnen beheersen. En ik denk dat dus het stukje professionaliteit. En wat ik zeg, dat je dit gewoon onder de knie krijgt. Want het hoort er gewoon bij straks. Ja. Er zijn natuurlijk een hoop wegwielrenners die een bloedhekel hebben aan op de rollers te zitten of op de home trainer te zitten. Ik weet niet of dat ook het geval is bij de renners binnen jullie in de selectie. Is er wel ruimte voor hun om te zeggen, ja, dat Zwift en alles, ik geloof het wel, ik ga nog liever buiten fietsen nu het nog kan, dan maar geen koersen? Ja, maar goed, die discussie is vrij snel klaar. Ik bedoel, we hebben allemaal ons werk. En niet alles wat we doen in het werk is leuk. Ik bedoel, noem wat, de boekhouding doen, ja, voor de ploeg, ja, dat doe ik ook liever niet. Ja. Maar het moet gewoon wel gebeuren. En dat is met dit soort dingen ook. Het is natuurlijk wel, er zit wel een grens aan. Ik bedoel, het is niet de bedoeling dat ze gewoon mentaal echt of hun motivatie echt kwijtraken daardoor. Maar goed, ze moeten er wel van bewust zijn dat bepaalde dingen ook gewoon moeten gebeuren. En dus daar zoek je wel de balans in. Ja. En, iedereen doet dus mee. Ja, zeker. Dus het is niet dwingend, maar we vinden wel dat het erbij hoort. En op dit moment pakken die jongens het goed op. En er zijn ook wel jongens die die er minder gemotiveerd voor zijn. Of die er niet echt, die er minder affiniteit mee hebben. En dat mag ook. Ik bedoel, hetzelfde als wij gaan mountainbiken in de winter op een trainingsweekend. Ja, er zijn ook jongens die daar gewoon minder mee hebben. Dus ik bedoel, dat is gewoon de realiteit. Ja. Gaat het dan ook zover dat jullie zelfs overwegen om bijvoorbeeld selectiebeleid aan te passen? Om echt te gaan scouten naar goede Zwift-renners in plaats van goede wegrenners? Nou, we zijn echt wel aan het kijken van hoe kunnen we hiermee omgaan. Hè? Ik bedoel, je zou naar een constructie kunnen gaan dat je net als wat je bij andere ploegen ziet, dat je een off-the-road gedeelte naast je wegploeg hebt. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar ik denk wel dat we kijken gewoon wel naar de bereidheid van de nieuwe renners binnen de academie om ook gewoon dit te kunnen doen. Ik bedoel, iemand die al bij de eerste gesprek al zegt van ja, ik wil echt geen Zwift races doen. Ja goed, ik bedoel, dan denk ik niet dat je bij onze academie hoort. En ik denk dat het dan ook heel lastig gaat worden om prof te worden uiteindelijk. Want en, weet je wat ik zeg, dit gaat er gewoon wel bij horen. Ik kan me niet voorstellen dat er World Tour ploegen zijn die gewoon zeggen, we gaan helemaal niks doen na de komende 2 jaar met e-racing. Ik bedoel, nee. En welke stappen moeten daarin volgens jou nog gezet worden door die teams? Hè? Jullie zijn nu een beetje op ontdekkingstocht, dat doen meerdere teams. Welke stappen moeten er nog echt gezet worden om misschien wel die volledige transitie te maken? Nou ja, het moet zijn plek vinden. Het is nu natuurlijk een rare situatie, omdat je in het seizoen eigenlijk aan het e-racen bent. Het gaat er nu om dat je natuurlijk daarin een balans vindt. Als er gewoon een normaal wegseizoen is, hoeveel ruimte is er dan voor? Dat is één kant.
De winters zijn natuurlijk, die kun je daar heel goed voor benutten. Maar het stelt ook nieuwe eisen aan de performance teams. Ze moeten ook gaan kijken hoe kunnen we die intensiteit goed gaan inpassen. Daar zijn wij met een groepje heel erg druk mee bezig. Van ja, we willen het echt wel slim aanpakken. Wat kunnen we eruit halen? En wanneer wordt het te veel? Wanneer is het echt goed complementair? Dus ja, welke stappen? Goh. Ik denk dat de eerste stap al genomen is. Ik bedoel, je ziet al hoeveel mensen en hoeveel renners het doen. En dat is al, denk ik, de acceptatie van het feit dat het erbij hoort, is al de eerste stap. En ik denk dat we nu gewoon de ploegen die op zitten te letten, die gaan erop inspelen. De sponsors, die gaan, ik bedoel, dat merk je nu ook al. Er zijn ook fietsenmerken die willen nu dat ook dat renners op hun merk fiets en e-race kunnen doen. Ja, weet je, dus het komt al. Ik bedoel, dat gaat gewoon komen. Dus het is ik denk ook gewoon een natuurlijke ontwikkeling op dit moment. Welke fietstrainer gebruiken jullie? Wij zitten op Tax. Ja. Nu tipt iemand mij die zegt van ja, de top 3 of top 4 van de Ronde van Vlaanderen, de virtuele versie, reden allemaal op Elite fietstrainers. Wat natuurlijk meteen een andere discussie brengt van ja, zit misschien toch in hoe het geëikt wordt of hoe eerlijk het is. Is jou dat ook te oren gekomen dat toch die Elite misschien nog wel ietsje sneller is? Nee, maar ik weet, discussies zijn bij ons ook gaande van wat is de beste setup? Hoe moet je doen? Wat moet je eten, drinken? Moet je buiten zitten, binnen zitten met airconditioning? Ik bedoel, maar dat hoort erbij. En dus is het ook logisch dat die discussie er is. En kijk, dat is natuurlijk wel iets waar wij nu ook een interne discussie over hebben. Van mooi dat we dit kunnen doen. Maar we moeten er ook voor zorgen dat je de fraudegevoeligheid wel onder controle krijgt. Want het is wel een daarvoor een gevoelige tak. Dus je moet, daar, als je nou hebt over ontwikkelen, ik denk dat daar nog een ontwikkelingspunt ligt binnen het e-racing. Dat we met z'n allen ervoor zorgen dat je ook gewoon dat niet een overwinning de smaak krijgt van hij zat op zo'n apparaat en weet ik veel, of hij heeft ochtendgewicht ingevuld in plaats van zijn avondgewicht, weet ik veel. Dat stukje transparantie is wel heel belangrijk. Wil je de geloofwaardigheid kunnen waarborgen? Ja, dat zijn wel echt stappen die volgens mij gezet moeten worden. Waarschijnlijk gaat dat nu wel heel versneld gebeuren, maar ja, je merkt wel bij het publiek dat dat nog een grote stap is om het, laten we zeggen, een serieuze tak van het wielrennen te gaan noemen. Ja. Ja, nou ja, goed, maar wat ik zeg, dat hoort er nu bij. En ik vind wel dat je kunt zeggen van, ik heb nu een aantal van e-racers gezien, je ziet wel vaak dezelfde renners terugkomen. Dus ik bedoel, het is niet dat er in één, tenminste, ja, nogmaals, ik zie ze niet allemaal natuurlijk, dus er zijn genoeg voorbeelden die misschien anders zijn, maar je ziet wel gewoon een aantal renners die gewoon vaak gewoon in de uitslagen zitten, die ook gewoon in de uitslagen blijft tegenkomen. Dus er zit al wel een realistisch element in, vind ik. Het is niet helemaal Wild West. Maar goed, ook daar heb je usual suspects, om het zo maar te zeggen. De Van Avermaet, de Sagans en de David Dekkers bijvoorbeeld. Ja, maar dat is ook mooi. Ik vind dat hoort er ook bij. En dat mogen ook best andere personen, andere mensen zijn. Ik zat naar de uitslag gisteren te kijken. En er zat Adrian Timmis bij. Dat is een oud prof. Die heeft, ik geloof, in 87 heeft hij de Tour de France gereden. Die man is 50 plus. Die treedt ook nog 20, 30 uur in de week. Maar ik bedoel, het is aan de andere kant wel mooi dat je ook gewoon dat ook nog kan. Ik bedoel, Wat wordt de volgende stap nu voor Zeg e-racing? Dat we gewoon hier nog beter onze weg in kunnen vinden. En ik hoop dat de volgende stap snel is dat we weer ook wedstrijden kunnen doen. En hopelijk doen we dat goed. En dan zien ook de mensen dat e-racing een hele goede manier is om je voor te bereiden op wedstrijden. En niet de enige manier, het is een manier. Het is een snel groeiende tak van sport. Ja, Jurica de Cor kunnen onze woonkamers niet tippen aan de leiderstruiven die hij in zijn kantoor heeft hangen. Nee, zeker niet. Ik ben net verhuisd, maar ik kreeg nul toestemming om dat te doen in het oude huis. En ik ga er ook zeker van uit dat mijn vriendin zegt, nou Juri, alles goed en aardig, maar dat gaat echt niet gebeuren. Nou, helaas. Goed, laten we even gaan kijken naar een rondje kort nieuws, want deze week is er nog het nodige nieuws binnengekomen. En vooral heel veel financieel nieuws gelieerd aan natuurlijk dat coronavirus. En als je kijkt, dan word je er vooral treurig van, want het is bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen.
Ja, het is een beetje armoedtroef, hè? Ja. Dat, wat nu de ronde speelt. Bezuinigingen links en rechts. Toch al vrij vlot, vind ik. Hè, want die crisis gaat nog wel even duren. En we zijn volgens mij nog niet eens een maand onderweg. Ja. Dus dat er nu al her en der grote liquiditeitsproblemen zijn, ja, vind ik toch best wel zorgelijk eigenlijk. Ja, zeker nu de laatste die binnen is gekomen is van de UCI zelf. Ja, dat alle... Goed, ik lees vaak die jaarverslagen en dan zie je al dat het wat weinig vet op de botten hebben. Ja, en dat wordt nu meteen super duidelijk. Alle 130 medewerkers op volledig verlof of moeten een gedeeltelijk verlof opnemen. Ook weer de leiding, ook daar die fors gaat inleveren qua salaris. En ongeveer ieder project, ja, dat zet ze dan altijd een beetje neer van ja, we gaan het heroverwegen. Maar ja, daar kun je eigenlijk gewoon zeggen, we gaan erop bezuinigen. Netjes verwoord. Ja. Ongeveer ieder project dat ze gaan doen, willen ze gaan bezuinigen. En wat ik nog wel het meest opvallende vond, je ziet dat ook in Nederland nu met de Tweede Kamer. Nu pas wordt ontdekt dat je kunt doen wat wij nu aan het doen zijn. Namelijk ook gewoon vanuit je huis een teleconference opzetten. Dat kan zelfs gelivestreamd worden. Nou, dat laten wij ook wel zien. Dus misschien kunnen ze nog wel eens wat gaan leren daar in Ergelen. Maar ze gaan dus UCI-commissarisvergaderingen en het managementcomité, geloof ik ook, en seminars willen ze nu ook gewoon gaan streamen, of in ieder geval vanuit huis teleconferences gaan doen. Want ja, dat zorgt natuurlijk dat een hoop reisjes, of misschien voor hun wel snoepreisjes, naar Oostenrijk niet meer nodig gaan, of naar Zwitserland niet meer nodig gaan zijn. En dat is natuurlijk een behoorlijke bezuinigingsmaatregel. Dat levert natuurlijk best wel wat reiskosten op. Ja, zeker. Ik snap het wel hoor. Want ik ga de laatste 2 jaar op vakantie naar Zwitserland. Prachtig land. Dus ik snap heel goed dat mensen daar wel naartoe willen. Maar sowieso, deze manier van werken. Het is gewoon hallo 2020, hier zijn we. Ja. Het kan. En waarom zou je inderdaad... Natuurlijk is het soms makkelijker om met elkaar te zitten in één ruimte. Maar goed, je kunt ook brainstormen via Skype bijvoorbeeld. Of dit soort gesprekken voeren. Dus de mogelijkheden zijn best wel groot. En ik denk ook dat voor de toekomst... gewoon echt die hele grote bijeenkomsten... zeker het komende jaar... niet meer gaan plaatsvinden. Dat je steeds meer dit soort vormen gaat zien. Ja, en wat natuurlijk vooral ook best wel kritisch is natuurlijk... is dat je nu die weken positie... die sponsoren, organisatoren... en dus ook de UCI heeft dat nu wel in een keer... heel snel wordt blootgelegd... Als je dan gaat kijken van wat zijn dan die acute problemen. UCI heeft daar zo een document over naar buiten gebracht. Ja, zij zijn mede-organisator van alle wielerevenementen op de Olympische Spelen. Zij stellen dus de juryleden ter beschikking, krijgen daarvoor een vergoeding. Nou, het is een flinke vergoeding waar die natuurlijk gewoon gebudgeteerd is voor 2020. Nu gaan de Olympische Spelen niet door. Dus wordt dat hele budget wat al begroot is doorgeschoven naar 2021. Dus ja, die zien enorm veel inkomsten in één keer wegvallen. Ze hebben nu ook besloten al meer dan 650 verzoeken voor uitstel of afgelasting van een evenement. Nou, ik denk de grootste inkomstenbron zijn die wedstrijdfees. Dus organisatoren dienen geld te betalen om op die kalender te mogen staan. Ja. UC heeft nu gezegd uit solidariteit, omdat iedereen het lastig heeft, gaan de wedstrijden die worden afgelast of uitgesteld voorlopig geen organisatiefee te betalen. Ja, dat betekent dat eigenlijk de grootste inkomstenbronnen van de UCI in één klap wegvallen. Ja, dan hebben ze nog iets aan sponsoring. Maar ja, weet je, maakt wel weer iets meer duidelijk waarom ze... en misschien ook daar iets meer begrip voor tonen... waarom ze wel dat WK al 2 weken willen houden en aan die data vasthouden. Want ja, de UCI moet op een manier geld gaan verdienen. En voorlopig valt alles weg. Ja, en wat Lapartien ook zegt, het wordt tijd... om te gaan verenigen. Dus ik ben heel benieuwd wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren. Want als één man natuurlijk ook in zijn rol als president... voor best wel wat polarisatie, in ieder geval tegenstanders, heeft gemaakt... komt misschien een beetje met de job mee. Maar goed, hij zegt nu, we moeten gaan verenigen. Dus ik ben heel benieuwd of we bijvoorbeeld wel weer een Velon-evenement gaan krijgen. Dat wel door mag gaan. Want daar heeft hij natuurlijk de laatste maanden behoorlijk tegen gelegen... of gezeten. Dus ik ben benieuwd wat dit daadwerkelijk gaat opleveren of zijn woorden tot die unity gaat leiden. Ja, wat denk jij? Ik ook.
Ja, lastig. Jetse Bol zei het van de week nog treffend. De wielersport bestaat al uit heel veel eilandjes. En allemaal eilandjes samenvoegen tot één land. Ja, dat is volgens mij in de hele geschiedenis nog nooit goed gegaan. Want ja, iedereen is toch een beetje de baas op zijn eigen stukje grond. En als je dat samen moet gaan voegen, krijg je meerdere kapiteins op één schip. Ja. En ik weet niet of dat wel zo'n behouden vaart gaat zijn. Aan de andere kant, als alle grond onder water gaat lopen, moet je toch echt samenwerken om droge voeten te houden. Dus het kan ook nog zomaar zijn dat we dat dit misschien wel eens eindelijk dat moment gaat zijn in de wielergeschiedenis dat men gaat samenwerken. Dat gaat dan wel behoorlijk wat gesprekstof voor ons opleveren, want ik ben hier wel heel nieuwsgierig naar. Ander nieuws is, ook interessant voor ons, Sven Nys die vreest voor een uitstel van het crossseizoen. Eerste vraag eigenlijk aan jou. Zou het erg zijn als het later begint? Omdat het wegseizoen wat wordt opgerekt? Ik denk het niet. Maar anderzijds denk ik ook niet dat elkaar schaadt. Ik denk dat het best langs elkaar heen kan gaan. Misschien heb je dan de pech dat een Mathieu van der Poel en een Wout van Aert in die eerste maand kiezen voor de weg. Daardoor misschien nog langer eruit zijn. Want normaal gesproken hadden ze al een dikker wegprogramma gereden en gesnoeid in hun veldritten. Dus kan het best zo zijn dat ze inderdaad maar een paar weken voor dat WK veldrijden pas in dat veld terechtkomen. Ja goed, voor mij hoeft die veldritkalender niet op te schuiven. Als jij een hartstikke mooie klassieker hebt op een november zaterdag of zondag. En je moet nog 120 kilometer en dan begint een cross een uur lang. Ja, prima. Het is alleen maar beter, want van kilometer 120 tot kilometer 60, ik noem maar wat voor de meet, gebeurt er in de regel toch niet. Niet zo heel veel in die koers. Dus wat mij betreft kan het prima samen. En in de reeks die wij vorige week gedaan hebben, met een aantal vooraanstaande Nederlandse en Belgische poppetjes in de wielersport, die zeiden allemaal ook, ja goed, waarom moeten we daar rekening mee houden? Niemand hoeft nu in deze uitzonderlijke situatie rekening met elkaar te houden. Dus waarom zou dan in één keer de veldritkalender een unieke positie moeten hebben? Dus nee, ja, wat mij betreft... Er hangen natuurlijk ook alweer verdienmodellen aan vast. En moeten natuurlijk wedstrijden die al een datum op de kalender hebben straks gaan wijken voor plekken die voor koersen die plek willen inpikken. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk wel kwesties waar de UCI echt naar moet gaan kijken, maar die wel actueel gaan worden. Nee, ja, zeker. Maar nogmaals, wat ik net ook zei, het is een uitzonderlijke situatie. En Marijn Zeeman zei bijvoorbeeld ook, iedereen moet over zijn eigen schaduw heen stappen in het belang van de gehele wielersport. Dus ook het veldrijden. Ja, aan de andere kant, als jij zegt vanaf september klassiekers kunt gaan rijden, nou ja, dan tel daar 3-4 maanden bij op. Je kunt misschien wel rechtstreeks doorgaan. Van Milaanse Remo tot WK? Ja, nou ja, wat met Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Nee, dat lijkt me wel wat erg lang. Ja, nee, ja, goed. Wat je zegt, het kan. Maar wat mij betreft hoeft die veldritkalender niet een maand opgeschoten te worden. Nee. Maar goed, wie ben ik? Precies, we gaan de komende week... ook dit is weer een onderwerp waarvan we pas wat daadwerkelijk kunnen gaan zeggen zodra er iets bekend gaat zijn van een nieuwe wedstrijdkalender. En het is ook een beetje een probleem tussen aanhalingstekens, wat voornamelijk in Nederland en België zal als probleem zal gezien worden. Ja, because who cares in La France? Precies. Deze week ook een uitgebreid interview met Theo Bos bij ons op de website, gemaakt door Nick Doup. En die had daarin toch wel een nieuwtje. Hij gaat namelijk langer door. En dan hebben we het over Theo Bos. Ja, nou ja, goed. In Theo's positie snap ik dat natuurlijk volledig. Die wilde nog één keer kijken of Tokio haalbaar was. En daarna eigenlijk afzwaaien. Maar goed, Tokio is natuurlijk nu een jaar verplaatst. Dus ik begrijp heel goed dat hij gedacht heeft van... laat ik eens kijken of ik nog een jaartje door kan. En ja, ik denk dat het niet eens een nadeel voor hem hoeft te zijn nu, dat het jaartje extra erbij gekomen is. Ja, want hij wil dus aanspraak maken op de startpositie van de teamsprint. Er moet nog een selectie gaan volgen voor de samenstelling van die teamsprint. Dus hij heeft nog tijd om zich daarvoor te kwalificeren.
Wat ik er wel interessant aan vond, want het was natuurlijk een beetje een gesloten bastion, die teamsprint met al 4 renners. En hij heeft zich daar nu nog voor aangemeld van, hé, ik wil misschien ook wel aanspraak maken op die startplek. Ja, geef hem nog wat extra tijd, ook al heeft hij wel zijn leeftijd een beetje tegen, want deze is natuurlijk voor een wielrenner al aan de oude kant. Maar dit biedt hem wel meer tijd om zich in die teamsprint selectie te rijden. Nou ja, en vooral om zich om te scholen. Want hij heeft natuurlijk de laatste jaren zich voornamelijk gericht op de duuronderdelen op de baan. Niet zozeer meer op de sprintnummers. Dit is natuurlijk een nummer dat op intrinsieke snelheid komt. Puur op de kracht. Wat hij natuurlijk voorheen altijd wel deed. Alleen ja, hij zal toch andere spiervezels moeten kweken. En daar had hij relatief korte tijd voor. Maar nu daar een jaar extra bij komt, ja. Als het in het voordeel van één iemand is dat die Tokio Olympische Spelen een jaar verplaatst zijn, dan is het in dit geval zeker voor Theo Bos het geval. Dus dat. Maar jij had ook nog een nieuwtje, begreep ik. Klopt, ja. Want deze week hebben wij een interview met Belgisch kampioen Tim Merlier geplaatst. Gemaakt door onze collega Nico Dick. Hij mag tot, indien er geen BK wordt gehouden dit jaar, tot einde van het seizoen zijn Belgische kampioenstrui dragen. Dat is eigenlijk een regelwijziging die vorig jaar al is doorgevoerd, nog nou, toen het coronavirus nog niet eens nog eenmaal geen sprake van was. Die regelwijziging is doorgevoerd en nu ineens blijken ze er nu al gebruik van te kunnen maken. Als er dus geen BK is dit jaar, kan Merlier hem tot eind van het jaar zijn Belgische trui dragen. Zou dus wel betekenen dat als er wel in 2021 een BK is in juni, dat er een half jaar geen Belgische driekleuren te zien zal zijn. Moet dat terzijde. Deed mij natuurlijk even een logisch bruggetje maken naar de situatie in Nederland. Wat gaat er met de trui van Fabio Jakobsen gebeuren als er geen NK komt? Want ook dat is nog altijd onzeker. Heb ik even gecheckt bij de directeur, Thorwald Veenenberg. Die zegt dat de wegcommissie ermee bezig is. Dus ze zijn wel aan het kijken van hoe gaan we het aanpakken? Wat wordt ons standpunt en wat worden eventueel nieuwe regels en afspraken? Maar zolang er nog geen duidelijkheid is over de status van het NK, zal er geen beslissing worden genomen. Voorlopig zou het NK nog door kunnen gaan, want alle maatregelen in Nederland lopen tot 1 juni. NK staat gepland voor, als ik me niet vergis, rond de 20 juni of 15, tussen de 15 ja. en 20 juni. Mocht dat niet doorgaan, dan houdt de KNW ook een rekening met een datum in augustus. Maar goed, wat er dus gaat gebeuren is nog niet bekend. Dat hangt helemaal af van het moment dat er duidelijkheid is over het NK. Ik heb ook eventjes aan Fabio gevraagd van, goed, wat heb jij al iets gehoord? Of hoe kijk jij ernaar? Heeft nog niks gehoord? En hij zegt, ja, zolang het kan, trek ik gewoon die trui aan. Want ik heb er ook niet van kunnen genieten. Er zijn ook geen koers. Dus dat is de situatie hoe dat op dit moment is in Nederland. Dus dat binnen nu en juni wel wat meer duidelijkheid komen over de status van het NK. En dus ook bekend of en tot wanneer we een Nederlands kampioen in het peloton kunnen zien. Een van onze best gelezen berichten deze week was een oproep specifiek gericht aan wielrenners en motorrijders om niet gezamenlijk op pad te gaan. Fietsen mag, maar doe het niet samen. Stond lang voor pagina bij ons op de website. Dus ik zocht even naar een foto van Mark Rutte. Was er één van beschikbaar bij ons in onze fotodatabase van Corvos. En er stond ook nog iemand op. En die heb jij net gesproken. Ja, dat klopt. Dat was namelijk voor de oplettende kijker die het al had gezien, Johnny Hogeland. En ja, die woont tegenwoordig in Oostenrijk. Daar is de situatie weer anders dan in Nederland of in Spanje, zoals bij Jetsen van de week. Dus wij dachten, laten we eens bellen met Johnny. Allereerst, Johnny, wat weet jij nog van dat moment? Het was tijdens de Amstel Gold Race. Ja, ik kan me dat ergens nog wel herinneren, ja, dat hij toen naar me toe kwam. Maar ja, zo vaak was hij niet op de koers. Dus het was volgens mij de enigste foto die bij Corvos in zijn database stond. dat klopt. Zo eerlijk zal ik zijn. Hey, wat betreft jezelf, want jij voor de goede orde, jij zit in Oostenrijk, hè, op dit moment. Ja, we zijn begin 2018 naar Oostenrijk verhuisd. Hebben daar een pension gekocht, opgeknapt en ja, wij wonen nu gewoon in Oostenrijk. Kindjes gaan naar school hier. Dus ja. En hoe is het met jullie zelf op dit moment? Hè? In deze tijd natuurlijk niet een onbelangrijke vraag. Ja, met ons persoonlijk gaat het goed.
Qua hotel is natuurlijk slecht, want ja, we mogen niet open zijn tot half mei, sowieso niet. En ja, het is een heel onzekere tijd. Mensen boeken geen vakantie, wat ik ergens ook wel snap. En het is natuurlijk gewoon overal crisis. Hier ook, de supermarkten zijn open, de apotheek zijn open, maar scholen zijn dicht, winkels zijn dicht, alles is eigenlijk dicht. Alleen moet wel zeggen, Oostenrijk was er heel snel bij. En ik moet zeggen dat ik wel vind dat ze het heel goed hebben gedaan. Ze hebben denk ik goed onder controle. Ik heb vanochtend nog eens even gekeken. Ik dacht, dan moet ik wel even precies weten hoe het zit natuurlijk als ik met jullie bel. Maar tot nu toe zijn er in Oostenrijk 320 mensen overleden. Het zijn natuurlijk nog even goed 320 mensen. Maar dat is eigenlijk niet superveel natuurlijk, als je erover nadenkt. Nee, want voor de goede orde, hoeveel mensen wonen er in Oostenrijk? Ja, nog geen 9 miljoen. Dus er wonen niet heel veel mensen in Oostenrijk, vergeleken met Nederland dan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nu kennen we bijvoorbeeld van buurland Zwitserland dat daar best wel veel renners wonen. Hoe zit dat in Oostenrijk? Wonen er veel profs in Oostenrijk? En wat voor invloed heeft dat op hen, die situatie daar? Ja, natuurlijk wonen er best wel wat profs in Oostenrijk. Hier in de buurt woont Marco Halle. Die woont maar 50 kilometer van mij vandaan. En ja, die traint gewoon nog alleen. Hij heeft natuurlijk geen wedstrijden. En in Tirol weet ik wel dat wel wat profs meer problemen hadden. Omdat ze een deel van Tirol natuurlijk echt in quarantaine gezet hebben. En die mochten echt niet naar buiten. Maar hier mag je gewoon nog naar buiten. Hier mag je gewoon nog fietsen. Dus alleen er woont maar één prof in Carinthië. Maar die kan gewoon nog fietsen. Maar in Tirol wordt het nu ook wat... Is het ook wat versoepeld, geloof ik. Ze zijn streng, maar bijna iedereen kan gewoon nog fietsen. Als we dat terugkijken dan op de wielersport. Je hebt in Oostenrijk een aantal grotere wedstrijden. In juni bijvoorbeeld de Ulber-Oostenrijk-Rundfahrt. En in juli natuurlijk de grote 2.hc-koers, de Oostenrijk-Rundfahrt. In hoeverre denk je dat dat soort wedstrijden kunnen doorgaan als dit... Nou ja, goed, deze trend van langzaamaan weer opengaan zich doorzet. Ja, ze hebben sowieso gezegd in Oostenrijk, tot eind juni zijn alle events gecanceld. Oké. Dus tot eind juni is er geen enkel sportevent die door zal gaan. Dus dan zal de Ober-Oostenrijk-Rundfahrt ook gekipt worden. En ik denk niet dat de Ronde van Oostenrijk doorgaat, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat het dit jaar, in ieder geval tot augustus geen grote sportevenementen zullen zijn. Brengt ons bij de afsluiting van deze tweede aflevering. Het is paasweekend, dus namens ons en namens de gehele redactie... geniet van Pasen dit weekend. Het wordt mooi weer. Als je gaat fietsen, doe dat dus alleen. Houd je aan de regels, dat is belangrijk... want dan verpesten we het niet voor onszelf. Anders snijden we ons straks misschien zelf in de vingers. Dus ga je op pad, doe het dan vooral alleen... En houd je aan de regels. Maar we sluiten af met een boodschap van Johnny Hoogland. Want dat is eigenlijk de belangrijkste van allemaal. Hey, hou je taai.